Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. En opnieuw welkom bij Smaakmakers. In dit programma ontvangen wij iedere week een smaakmakende persoon. Een persoon die smaak geeft aan de stad. Deze week is dat, en daar komt hij al op de fiets aan, Willem van der Vis. Al ruim 22 jaar directeur van de Stichting Grote Kerk Breda. En samen met een enthousiast team verantwoordelijk voor het voortbestaan van dit prachtige Rijksmonument. We praten vandaag over de uitdagingen om deze grote kerk te onderhouden, te restaureren en te exploiteren. Maar eerst gaat Willem winkelen en de Hanos ISPC-keuken in met de chef Randy Dieterman en horecaondernemer Jacques Vink. Beide heren staan al bij de visafdeling. Kunnen jullie vertellen wat jullie gaan maken en wat we daarvoor nodig hebben? Ja, we gaan een gerechtje maken met wilde gamba's. Dan gaan we frituur in tempura met een frisse salade met wat Thaise dieren erin. Ja. En daarvoor hebben we wilde garnaal nodig. En die hebben wij. Nee, ja, daar gingen we al van uit. Ja, hier gaan ze liggen. Mooie Argentijnse wilde garnalen. Kenmerken zich door de iets wat zoetere smaak, door het voedsel wat ze tot zich hebben genomen. Prachtig wild, dat is iets anders dan kweken, waardoor je meestal wat grondige smaak krijgt. Maar dit is echt een mooie, diepgaande smaak. Mooie grote stevige garnaal. Mooi heel vlees. Groot, hè? Ja, mooi groot. En het blijft ook groot. Het blijft mooi stevig. Dat is het verschil met de kweken. Nou, die wil nog wel eens wat vocht loslaten. Die wil een beetje een gelachtige structuur hebben. Wat makkelijke structuur. Maar dit is mooi stevig. Ja, dit vlees. Kijk eens, 60 mooie garnalen. Ja, hele mooie zeg. Gaat het daarmee lukken, denken jullie? Ja, zeker weten. Ja? Kijk eens, alstublieft. Dankjewel. En heel veel succes. Dankjewel. Goed zo. Ja, even kijken. Zet maar op de kar, Randy. En dan lopen we die kant op. Naar de grondafdeling. Jacques Vink, ook bekend van Dickers & Jones en Chocola, is een horecaondernemer puur sang. Hij volgt altijd de nieuwste trends en speelt daar ook het liefst direct op in. Eind vorig jaar opende hij vlak na elkaar Eethuis 1535 en Wijnhuis 1535. Samen met Willem gaan de heren vandaag frisse lentesalade met gamba's in tempura bereiden. Asperges, Randy, hebben we ook nodig voor het gerecht. Ja, we gaan de asperges gebruiken in de salade. Mooie Hollandse asperges. Gaan een beetje marineren in een beetje Japanse marinade met soja en poolzoet. Waardoor het dus eigenlijk een beetje fusion wordt. Want dat is dus fusion, Jacques. Wat is fusion? Fusion is twee gerechten uit twee werelddelen bij elkaar brengen. En natuurlijk heel blij dat het nu binnenkort Pasen wordt en ook weer heerlijk weer. En dan ook weer het voorjaar gaat komen. En asperges, Breda's zijn natuurlijk bekend om de Breda's asperges. En daarom natuurlijk heerlijk leuk om in het fusion gerecht deze asperges te gebruiken. Ja, en lekker licht voor Willem met vis. Jij wist wat mijn lievelingskostje was. Wij wisten dat helemaal, Willem. Ja. Neem ze mee, ja? Ja. Pak jij mee, dan haal ik deze tegen. En Randy, dan stuur ik jou alvast naar de keuken. Ja. Want dan kan je alvast een beetje beginnen met schillen. Hè? Dat is altijd veel werk. En dan gaan wij nog even een glaasje wijn proeven. Nou, Charles, het rosé-seizoen is geopend, ja, zie ik. Ja, vanaf de asperges een beetje gaat het met rosé. En witte wijn natuurlijk het voorjaar. En omdat dit product uit de Provence komt, echt traditioneel gemaakt, modern, met een hele leuke lichte kleur, daar houdt Jacques ook van. En ik, natuurlijk, en hij is niet te fruitig. Zal ik hem maar gelijk laten proeven? Past goed bij die Aziatische. Exact. Kruis. Op het voorjaar ook. Ja. Voorjaar. En Pasen. Zo, Randy, je bent gezellig bezig. Ja. We hebben een fantastisch rozeetje voor jou. Een hele mooie lunchgerechtje uitgezocht. Ja, zit er lekker. Echte lente-rozeetje. Prima. Okay. Zal ik hem even koud zetten, Jacques? Zet jij maar even koud. Met een lente. Dan hebben we straks een lekker op. Met een lente-uitje. Of is het een lente-uitje? Ja, precies. Hey, heren, handen uit de mouwen. Ik zie jullie zo aan de slag. En
Ik ben benieuwd. Het ruikt al goed. Ik ruik al die Aziatische smaak. We gaan komkommer bolletjes maken. We gaan een beetje zoetzuur marineren. Doe hem erin. En draai het uit. Daar ben ik wel even mee bezig, geloof ik. Hè? Nee, Willem, we hebben gehoord in de wandelgangen, jouw vrouw heeft erover gebeld, dat jij thuis de favoriete kok bent om voor het gezin eten klaar te maken. En ik denk dus dat je ook hier prima op je plaats staat om natuurlijk het lunchgerechtje en zelf een klein beetje mee te helpen. Ik ga mijn best doen, Jacques. Ik vind koken heel erg leuk. Maar meestal sta ik in mijn eentje, want ik kan geen andere mensen om me heen dulden. Ik ben een heel eigenwijze kok, dus ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen velen. Maar daar ben je geen uitzondering, dus daarvoor ben ik ook gestopt met koken. Omdat koks bijna altijd eigenwijs zijn. En Randy, daarop misschien een kleine uitzondering. Randy, hoe krijg ik deze bolletjes uit? In het water? Of gewoon met de vinger eruit? Met de vinger, ja. Okay. Ah, dat mag. Dat doen we in het restaurant ook gewoon stiekem. Okay. Ik ga een beetje de asperges schillen, ja. Helemaal goed. Willem, wat fijn hè, dat wij al vanaf dag 1 buren zijn bij de Grote Kerk. Omdat ik natuurlijk het genoeg heb gehad om samen met mijn gezin tegenover de kerk heb gewoond. En als jij dan om 6 uur naar huis ging, paste ik altijd op jouw Grote Kerk. Ja, maar wat jij dus niet zag, Jacques, is pas dat ik om 7 uur altijd weer terug ben. Want het leven van een kerkdirecteur dat stopt niet bij 6 uur. En jij ziet me af en toe wel rijden, maar dan heb ik meestal nog wel wat anders te doen s'avonds. Nee, maar dat hebben we gehoord in de wandelgangen in het Bredase. Sta jij heel erg bekend om het halen, hebben en houden van de kerk. Dat bij jou een hele goede hand is. Dankjewel. Maar wij hopen dan ook wel dat je nog wel een paar jaartjes blijft. Dat is wel de bedoeling, Jacques. Ja, ik denk dat wij als Bredanaars natuurlijk wel gewend zijn om het allemaal, het zien en hebben van die kerk en alles wat er omheen zit. Maar ik denk als je van iets buiten Breda komt en daar een stadsbezoeker bent, dat natuurlijk fantastisch is om A, in zo'n mooie kerk rond te kunnen en mogen lopen. En dat iedereen daar heel erg blij van is om dan ook nog op alle plaatsen te kunnen lunchen en te kunnen eten. Ja, nou ja, het is natuurlijk een beetje totaalbelevenis hè, als je naar Breda gaat. En... Ja. Je hebt die grote kerk gezien en je kunt lekker eten, drinken en door die mooie binnenstad, die historische binnenstad, lopen. Met al die Nassau-elementen die daar nog te zien zijn. Ja. Ja, ik bedoel, dagjesmensen zijn daar, die zijn daar dol op. Die, ja. En daar staat Breda natuurlijk ook om bekend. Ja, daarom is Breda ook populair, als dagjes. Wordt er ook mensen gewerkt hier? Nou, wordt ja. Klets, hoor ik maar. Het is geen ding waar je mee in je vinger kunt snijden. Dus nee, ja, we dus kunnen... Dat is wel een beetje scherp. Nee, het is ook kindvriendelijk. En we laten Randy het gevaarlijke weten. Ik ruik hier die, wat is dit Randy? Is dat die... Dat is zoetzuur met ponzu. Japanse... Dat ruikt heel lekker, hè? Het gaat zo snel dat ik denk dat wij maar 3 toppetjes per persoon krijgen, hoor. Zo langzaam gaat het. Het is wel even... Kan jij het verder alleen of Randy? Ja, dat goed hoor. Dan stuur ik Willem alvast naar de tafel. Oh, dat vind ik een heel goed idee. Ja? En dan voeg ik mij zo bij jou. Ja, ja, heel goed. Dan mag je schort uit doen. Heel goed. En Jacques, jij gaat er vandoor, begrijp ja, ik? Ja, ik ga er vandoor. Dankjewel voor veel je komst, succes. Hartstikke leuk. Randy gaat we gaan ervan genieten, maken. Ja, dat denk ik ook. En jullie genieten ervan. Helemaal goed. En ik kom jou straks wel even verslag uitbrengen. Helemaal goed wel. Hoe het afgelopen is. Smakelijk. Bedankt hè. Dank voor je hulp. Ja, bedankt. Graag. Iedereen kent de Grote Kerk, maar ik ben ervan overtuigd dat lang niet iedereen weet wat er allemaal voor nodig is om dit Rijksmonument in stand te houden. Ik praat hier straks met Willem over aan tafel, maar eerst kijken we naar wat beelden. De Grote, oftewel de Onze Lieve Vrouwenkerk, is het belangrijkste monument van Breda. Ze heeft bovendien een nationale betekenis. Een onderdeel van de kerk wordt gevormd door de Prinsenkapel, de begraafplaats van de vroegere voorvaderen van de Nederlandse koninklijke familie, het geslacht van Nassau-Dillenburg. De kerk is een kruisbasiliek in de stijl van de Brabantse gotiek. De kerk is het herkenningspunt van Breda. De toren van de kerk, met zijn 97 meter en 9 centimeter hoog, is al van verre zichtbaar en is op sommige dagen ook te beklimmen. De bouw van de Grote Kerk is in 1410 begonnen en de bouw heeft 150 jaar geduurd. Op deze plaats stond altijd al, zo vanaf de 12e eeuw, een houten kerkje, maar onder invloed van de Nassaus is de Grote Kerk gebouwd.
Ja. Maar volgens jou, want ik sprak je ook natuurlijk eerder dan vandaag, jij zei, Breda naar zou eens wel wat trotser mogen zijn op de grote kerk. Dat vind ik zeker. Maar misschien moet je dat ook wel een beetje nuanceren. De Bredanaar is over het algemeen trots op zijn kerk. Hè? Iedereen heeft er wel wat mee. Hè? Je hoort van heel veel mensen, als ik terugkom van vakantie en ik zie die grote kerk, dan ben ik weer thuis. Ja. Nou, dat gevoel, iedereen heeft wel een gevoel bij die grote kerk. Als je, ik spreek ook heel vaak supporters van NAC. Ja, die zijn helemaal idolaat van die kerk. Die hebben eigenlijk twee iconen. Hè? Die hebben NAC en die hebben de grote kerk als beeldmerk. En je komt die grote kerk ook overal tegen. Zelfs, ik heb één meneer ooit gezien met een enorme tatoeage van de grote kerk op zijn rug. Nou ja, dat is natuurlijk wel het ultieme NAC, schuine streep, grote kerkgevoel. Echt een fan. Ja. Maar die NAC-supporters, die hebben dus wel dat sterke gevoel van die trots op Breda en die trots op die grote kerk. En dan is de grote kerk daar wellicht ook echt een beeldmerk voor. Nou, maar goed, ik denk niet alleen voor hun, maar ik denk ook voor heel veel anderen in Breda. Maar het is natuurlijk geen sinecure om zo'n belangrijk gebouw, hè, want het is eigenlijk de koninklijke begraafkerk van de Nassaus. Ja. Van de voorvaderen van ons koninklijk huis. We hebben wel wat in huis. Wat een enorm belang. Enorm belangrijk is. Het is een hele bijzondere kerk. Met een heel bijzondere uitstraling. Het is de mooiste kerk van Nederland. Met het mooiste silhouet. Mm-hmm. Nou, dat vinden alle Bredanaars zo. Ja. Nou ja, we kijken even naar wat beelden. Okay. Van Bredanaars op straat. Die in het kader van een 1 april grap. Ik weet niet of ik ken het. Eigenlijk moesten reageren op het voorstel om de grote kerk af te breken. Dus dat was uiteraard een grap. Maar toch leuk om de trots van een paar Bredanaars daarin te ontdekken. Dat meen je niet. Nee, vind ik echt heel erg. Nee, dat mag niet nooit gebeuren. Nee, dan krijgen we een prachtig iets. De kerk van Breda. Nee, absoluut moet blijven bestaan. Ik vind dat bij Breda hoort gewoon. Dat hoort een stukje bij historie. Ja, ik vind het jammer. Dus jammer. En als ik dan zeg van het zou te duur zijn in onderhoud? Dat is begrijpelijk, maar misschien moeten ze dan gewoon, ja, ik weet het niet, moeten we eens kijken wat er, kunnen ze niet andere... Iets anders aan halen. Misschien moeten ze meer marketing omheen borduren of zo, om die kerk toch wel weer voor mensen interessant te maken. Nou, uit beelden spreekt, kom niet aan de grote kerk. Ja. Iedereen is er dus toch best wel trots op, schrokken zelfs van het plan uiteraard. Ze zeggen wel van ja, misschien moet je wat meer aan het imago doen of wat meer aan marketing doen. Want ja, ik ben er ook nog maar één keer geweest, dus hoe kom ik er dan misschien vaker? Er zijn natuurlijk heel veel evenementen in de grote kerk. Nieuwjaarsreceptie, opening van de gemeente. Opening academisch jaar, diploma-uitreikingen. Maar bijvoorbeeld ook de oelendienst met carnaval. Er is dus eigenlijk wel altijd voor elk wat wils te doen. We hebben pas nog een grote bruidsmodeshow gehad. Ja. Nou, dus er zijn... En er is natuurlijk heel veel bezienswaardigs. Hè. Er zijn heel veel mooie kunstwerken. Maar goed, daar ga je niet elke week naartoe. Dus we moeten hard aan de slag. En we doen natuurlijk een beroep op die Bredanaar van... Jongens, help ons. Het is jullie kerk. Hij is van ons allemaal. We gaan met z'n allen. Ja. Net als bij NAC. Als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Dat krijg je. We gaan een grote verrassing krijgen volgens mij. Wauw, dat ziet er mooi uit zeg. Zo, dat is mooi Randy. Alsjeblieft. Prachtig. Dat is makkelijk. Dankjewel. Ik wilde jou ook bedanken. Leuk om wat meer over de grote kerk te weten te komen. En wilt u dit gerecht nou ook thuis maken? Het ziet er ingewikkeld uit, maar misschien is het niet zo. Dan kunt u altijd het recept terugvinden op onze Facebookpagina. En volgende week zijn we er weer. Met een nieuwe aflevering van Smaakmakers. Graag tot dan. Ja, maar...